Mijn internet is zo slecht momenteel, dat alles wat ik aanraak verdwijnt. Verstop je terabytes en megabytes, boys. Mijn muis komt eraan. Hallo mensen, mijn naam is de Matt Luigi. En Sony heeft zojuist de grootste switcheroo in gaming geschiedenis gedaan. Nou, een tijdje terug heeft Microsoft iets gigantisch gedaan wat niemand had verwacht. Zij hadden Activision Blizzard gekocht. Voor iets van 70 miljard dollar hebben zij de producer van Call of Duty gekocht. En Overwatch en Crash Bandicoot en Spyro the Dragon. En wat daar zo bizar aan is, is natuurlijk Call of Duty is een hele grote game en heel veel mensen spelen Call of Duty en het is een van de populairste PlayStation games. En meestal wordt Call of Duty ook geassocieerd met PlayStation vanwege de marketing en zo. En nu zijn ze van Microsoft. Wat waarschijnlijk betekent, ik heb er zo nog mijn twijfels over, maar wat waarschijnlijk betekent dat Call of Duty exclusief wordt aan Xbox en aan de PC. En dus niet meer naar PlayStation systemen komt. En dan nog iets heel ironisch. Microsoft bezit nu Crash Bandicoot en Spyro the Dragon, wat typische PlayStation mascots zijn. Ik bedoel, heel veel mensen associëren ze nog steeds met PlayStation. En nu zijn ze van Microsoft, van Xbox. Nou, Sony heeft zojuist iets gedaan. Wat gewoon super ironisch is. Zij hebben Bungie gekocht. Voor bijna 4 miljard dollar heeft Sony de maker van Destiny gekocht. Maar dat is niet de reden waarom het ironisch is. Voor de mensen die niet weten wie Bungie zijn, ze zijn niet zomaar de makers van Destiny en Destiny 2. Vroeger waren zij een grote Xbox developer. En niet zomaar een Xbox developer. Zij waren de makers van Halo. Ja, de eerste paar Halo games zijn gemaakt door Bungie, totdat zij besloten weg te gaan bij Microsoft. Maakte een deal met Activision Blizzard, wat super ironisch is. Toen scheiden ze zich weer van Activision Blizzard en nu zijn ze momenteel bezig met Destiny 2 te onderhouden. En het is zo grappig. Het is gewoon zo grappig dat deze vier bedrijven, Microsoft, Activision, Bungie, Sony, ze hebben allemaal zoveel met elkaar te maken en nu wisselen ze allemaal van plek. Microsoft heeft nu Crash Bandicoot, een grote PlayStation mascotte. En PlayStation, Sony, heeft nu de makers van Halo. Ik vind dit echt, dit is gewoon fucking hilarisch. Nou, natuurlijk de vraag is, waarom hebben ze dit gedaan? En ik denk wel dat ik weet waarom ze dit hebben gedaan. Ik denk dat dit een direct antwoord is op het feit dat Microsoft nu Call of Duty bezit. Wat het ding van Bungie is dat ze heel erg goed zijn in het maken van first-person shooters. Niet alleen Halo, zij hebben Halo games gemaakt tot wat ze waren. Ze hebben de grootste exclusieve Xbox game opgericht. Maar ze hebben ook Destiny gemaakt en Destiny 2, wat hele populaire games zijn. Nou, mensen zijn een klein beetje, vinden Destiny een beetje controversieel omdat het launchte en ook Destiny 2 launchte met heel veel verwachtingen en toen werd het uiteindelijk niet zoals wat mensen wilden. Maar sinds dat Bungie en Activision van elkaar zijn gesplitst, gaat het heel erg goed met Destiny 2. Van wat ik merk, het is een hele populaire game. Heel veel mensen spelen het. Het is nu zelfs free to play. Dus ik heb het ook uitgeprobeerd een keertje. En ja, het was wel oké. Dus zij zijn in staat om hele goede first-person shooters te maken. En raad eens welke franchise Sony momenteel bijna definitief is verloren van Microsoft. Call of Duty. Call of Duty is een van de grootste series. Het staat elk jaar weer in de top 10 best verkochte. Vorig jaar stond het op de nummer 1 van best verkochte PlayStation games. PlayStation verdient een heleboel geld aan Call of Duty. En nu is dat in één keer weg omdat Microsoft Activision heeft gekocht. Dus ik denk dat dit oprecht een directe reactie is op dat feit. Zij hebben nu Bungie, de makers van Halo en Destiny. En ik weet zeker dat zij nu hun als hun volledige first-person shooter studio gaan gebruiken. Dit is het plan dat Sony heeft om een grote eigen rivaal te maken tegenover Call of Duty. En natuurlijk, Call of Duty heeft wel een aantal rivalen. Ik bedoel, Battlefront komt nog steeds naar PlayStation, die game van EA. En
Ja, nee, dat is niet zo heel erg goed gegaan momenteel. Dus ik heb zomaar het gevoel dat Sony wel denkt van... We moeten ons eigen ding doen om een directe rivaal te hebben tegenover Call of Duty nu. Aangezien Call of Duty rete populair is en super groot is. Dus ik denk in dat opzicht... Het kopen van de makers van Halo en Destiny 2... Dat dat een hele goede zet voor ze was. En de reden waarom veel mensen denken dat dit een directe reactie is daarop... En waarom ik dat ook denk, is omdat dit soort deals gebeuren niet zomaar. Het feit dat Microsoft Activision heeft gekocht, gebeurt niet zomaar in een dag. De hele industrie wist hier waarschijnlijk al van. Het is niet alsof Sony op een gegeven moment op Twitter keek en zag dat Microsoft Activision had gekocht. Nee, waarschijnlijk wisten ze al een hele tijd dat dit ging gebeuren. Want volgens berichten heeft Bobby Kotick aan verschillende developers en publishers gevraagd of ze Activision wilden overkopen. Of een betere deal hadden dan wat Microsoft voor ze had. En Sony met... Sony had dat waarschijnlijk niet, dat kapitaal. Want het kapitaal van Microsoft, daar kan fucking niemand tegenop. Behalve misschien Disney. Dus daarom zie je dat Sony nu Bungie heeft gekocht voor een veel, veel lager bedrag. Het is nog steeds fucking 4 miljard dollar meer geld dan wij ooit in ons leven gaan zien. Maar relatief gezien van wat Activision heeft gekregen van Microsoft is dat heel laag. Maar ik denk dus dat om die reden, omdat ze het al een tijdje wisten... Dat ze het om die reden hebben gekocht. Want het ding is, PlayStation heeft nu wel een vervanger nodig voor Call of Duty. Want de PlayStation console was altijd een beetje de casual gamer console, weet je wel. Je ging daar naartoe voor echt de casual games. Natuurlijk, je hebt een heleboel mensen die kwamen daar naartoe voor de exclusieve games. Maar je hebt zoveel mensen die kopen gewoon de volgende PlayStation, zodat ze Call of Duty kunnen spelen met hun vrienden. Dat is de reden waarom ze dat doen. En nu al die mensen die in PlayStation 5 wilden komen omdat ze de volgende Call of Duty's wilden spelen, die gaan nu kijken naar de Xbox Series X omdat ze de volgende Call of Duty willen spelen. Dus Sony heeft iets nodig wat die rol kan vullen van Call of Duty. Waarschijnlijk gaat Bungie niet iets maken wat net zo groot is als Call of Duty, want Call of Duty is gewoon een fucking beest als het komt tot hoeveel geld het oplevert. Maar ik denk wel dat Bungie in staat is om iets te maken wat heel erg goed kan zijn voor de PlayStation en heel veel geld kan opleveren. Ik bedoel, dit betekent niet dat Destiny en Destiny 2 opeens Sony exclusief zijn, want die games, zeker Destiny 2 is een live service game, dus die zit op alle platformen en die zal op alle platformen blijven worden gesupport. Maar ik denk dat zodra ze weggaan van Destiny en het volgende project komt, zoals bijvoorbeeld een Destiny 3, als ze dat ooit willen doen, lijkt er niet op alsof ze dat echt wilden doen, maar misschien nu wel. Als ze ooit een Destiny 3 maken, dan wordt dat een exclusieve game voor PlayStation. En dat is nog een dingetje, want in tegenstelling tot Microsoft kan ik je nu met 100% zekerheid vertellen dat wat Bungie ook gaat doen, het gaat exclusief worden voor de PlayStation. Microsoft is nog wel chill met hun games. Zij stoppen games op plekken waar zij denken dat dat de beste platform is voor die games. Natuurlijk, het liefst stoppen ze hun games op plekken waar Game Pass op zit. Dus ze stoppen alles op de Xbox en de PC. Maar ze hebben genoeg games, zoals indie games en andere games. Zoals Banjo-Kazooie en zo. Die stoppen ze gewoon op Nintendo-platformen bijvoorbeeld. Of Minecraft. Ze weten, Minecraft is gewoon beter om op alle platformen te hebben. Want Minecraft is gewoon zo gigantisch. Ze zouden makkelijk al hun games letterlijk exclusief kunnen houden aan alleen de Xbox en de PC. Maar ze zien gewoon in dat sommige van deze games beter zijn om ook op andere platformen te hebben. Ik bedoel, ze kijken naar de Nintendo Switch als een beetje hun handheld machine. Omdat ze daar zo vaak wel eens dingen opgooien. Dus Microsoft is daar gewoon chill mee. Iedereen krijgt wel wat van Microsoft. Dus dat is ook de grootste reden waarom ik denk dat Call of Duty nog wel een kans heeft om op andere consoles te komen dan alleen de Xbox. Maar Sony, oh nee, fuck dat. Je weet gewoon dat Sony, dat Sony het voor zichzelf gaat houden. Dat weet je gewoon. Ik bedoel, als Sony Activision had gekocht, dan was het gewoon allemaal. Alles was gewoon compleet Sony exclusief. Gewoon compleet PlayStation exclusief. Niks zou naar Nintendo komen. Niks zou naar Xbox komen. En dat gaat nu ook hetzelfde zijn met Bungie Games. Als ze een Destiny 3 maken, dan is dat gewoon een PlayStation exclusieve game. Nou natuurlijk, Sony is de laatste tijd bezig met meer naar PC gaan en games op Steam plaatsen. Wat ik heel erg goed vind. Ik ben daar heel erg blij mee. En waarschijnlijk gaan ze dat uitbreiden nadat ze een of andere PlayStation launcher krijgen op PC of zo. Zodat je al die fucking games die daar al moet kopen. En dat haat ik, want ik wil gewoon alles op Steam hebben. Maar de games van Bungie die ze ook gaan maken, zullen wel naar PC komen. Na een tijdje.
een beetje hetzelfde wat ze nu doen met hun PlayStation games. Die na een tijdje naar PC komen. Terwijl ze een tijdje exclusief blijven op de PlayStation. Maar als ik op de consoles... Ja, nee. Alles wat ze gaan maken is gewoon nu op de PlayStation 5 en dat is het. In ieder geval, laat me weten wat jullie denken van dit hele verhaal. Is het goed voor Sony? Ja, dit is zeker goed voor Sony. Het is een hele goede move, in mijn mening. En wat vinden jullie van deze hele deal? Gaan games naar Sony's PlayStation komen? Gaat het ook naar andere platformen komen? Ben je het eens met het feit dat ze Bungie hebben overgekocht? Of denk je van Bungie had meer third party moeten blijven? Laat het me weten in de reacties en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye-bye!